Maandagmiddag was er in Beuningen te ervaren hoe het is om autisme te hebben. Met behulp van 10 verschillende opdrachten wilden René Rijs en Marian Eikenaar de cursisten laten beleven hoe het is om autisme te hebben. René Rijs vertelt waarom het circuit belangrijk is. Dat ze meer begrip voor het autisme krijgen, dat ze autismevriendelijker worden. Want om te bedenken van nou, schiet nou eens op, dat soort dingen. Dat horen kinderen met autisme heel vaak, maar ze doen het niet expres. Het is vaak het onvermogen. En wanneer je het op die manier ziet, kun je er ook anders mee omgaan. Deze groep cursisten zijn grotendeels ouders. René heeft al eerder ouders in de groep gehad en dat was wel confronterend. Ja, dat één moeder huilde omdat ze zei van... Ze realiseerde zich ineens dat ze eigenlijk heel veel van haar kind vraagt. Dat het voor een kind met autisme echt heel ingewikkeld kan zijn. Niks gaat vanzelf, alles moet aangeleerd worden. Dat is voor sommige ouders een hele pittige klus waar ze voor staan. Uiteindelijk hopen de vrouwen dat de cursisten hebben ervaren hoe het is om autisme te hebben en doorhebben waar mensen met autisme tegenaan lopen. Want volgens René is de maatschappij nog niet zo autismevriendelijk als eigenlijk zou moeten. Het is echt wel een groot probleem, omdat mensen met autisme zijn zo divers. En niemand is hetzelfde en ook mensen met autisme zijn niet hetzelfde. Dus dat maakt het zo ingewikkeld. Mensen hebben dan toch heel snel een idee van hoe het dan hoort te gaan. Maar bij mensen met autisme gaat het telkens anders. En dat is zo ingewikkeld.